De wet dienstplicht moet herzien worden. Dit is de oproep van Leslie Valentijn, de Gramang der Matuariërs. Deze oproep doet de Gramang naar aanleiding van de verruwde criminaliteit in het gebied. Volgens Valentijn zijn er verschillende oorzaken die leiden tot deze verruwde criminaliteit en kan de wet dienstplicht verandering brengen in de situatie. Het dienstplicht zaken zijn de Mapuro, toch? Met de lukken in Itemalisi. Het dienstplicht zaken. Tegen 18 jaar dat je bijvoorbeeld dien in een leger, 18 maanden, bak dat je zwaai af. Behalve als je gaat scoren, dat de man in Libië met je gaat scoren door. Natuurlijk, je kan ook een bewijs dat je gaat scoren. Maar met de lukken een pistool dat je in een contradictie. Het dienstplicht zaken. Anders is het niet, maar hang jongens langs de weg, hier deed de maatschappij op winkel of zo. Je moet dat baby set, maar dat baby set. En take discipline. Famous Libi, Gomorrah Fara. Dus van hieruit mijn actie, heer, regering Saranang. Alas maar mijn actie. Voorzitter van de assemblee, hoe teken we wet dit baka meki. Het dienstplek zaken baka, kom baka in Saranang kondre. Meka hang yon, de boy say hang asee see, kom minder kien zo. En met dat kan doen. Zijn ook toe die criminaliteit. De afgelopen periode is de weg naar Atjoni vaker het doelwit van brute roofovervallen. Het Matawai-gebied is regelmatig de dupe van berovingen en beschietingen. De districtscommissaris en de Gramang hebben al eerder een beroep gedaan op de regering en andere betrokken actoren om verandering te brengen in de verontrustende situatie. De Gramang geeft aan dat er op diverse locaties nieuwe politieposten zijn geplaatst, maar dit is niet voldoende. Het plaatsen van een politiepost alleen is niet de oplossing, stelt de Gramang. Samen met de regering en het ministerie van Jospol moet er gekeken worden hoe de gemeenschap al daar te betrekken om de veiligheid en rust terug te brengen. De Gramang geeft aan dat het plaatsen van een politiepost niet zorgt voor een structurele oplossing, maar dat de zichtbaarheid van de veiligheidsdiensten belangrijk is. Ik denk dat je moet de moord zichtbaar in Abusi. De veiligheid voor je abedesot, zodat je begooi in Abusi. Ik denk dat je post hebt, maar je moet opereren in een herbusi vanaf Kwakogoron, dat je tena pusogoron, dat je moet opereren in Abusi. Want dus een soort clean sweep bij Orina Bussi. Ja, in de god, zeg maar voor de baka te leiden, baka een paar uurtjes zeggen tegen de takje kafeto of zo. De man moet go in a bussi, scoot naar een soldati, go in a bussi. Kan de man heet drie weken langer.